Ik wilde eigenlijk beginnen met een opmerking. En dat is dat voordat ik een ticket kon kopen voor deze avond, moest ik eerst een account aanmaken en inloggen en een wachtwoord aanmaken. En... Waarschijnlijk hebben ze een nieuwe internetdirecteur aangesteld. Die dacht, we gaan hier eens even pittig aan de slag. Inloggen, uitloggen, passwords erbij, geen gelul, QR-codes. We strooien het er allemaal doorheen. He, wat kan ons die verossum schelen, die onhandige prutsen? Het verossum, kunt u mij horen? Je kunt het je misschien nauwelijks voorstellen, maar er zijn nog altijd mensen die podcasts nog niet kennen. En wij vinden het leuk om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met podcasts. En met name met deze podcasts. En jij kunt ons daarbij helpen door nu naar de Apple-pagina van deze podcast te gaan op je smartphone. Klik daar eventjes op het plusje, dan volg je ons. Op Spotify werkt dat ook door naar de podcastpagina te gaan en daar te klikken op volgen en het belletje even aan te klikken. Ik kom nu op een punt waar ik eventueel de rest van de avond zonder al te grote problemen mee zou kunnen vullen. Terwijl u er niet voor gekomen bent, namelijk mijn opvattingen over het modernisme en de kunst. Eigenlijk heeft het modernisme op elk denkbaar terrein, muziek, schilderkunst, je kunt zo gek niet verzinnen, de kunst naar de klote geholpen. En het is enorm lastig om weer op het spoor te komen. Je wordt misleid, je eindigt ergens in het kreupelhout, je begrijpt er geen kloot meer van, je eet vergiftigde paddenstoelen. Maar je moet op een of andere manier weer terug op het spoor zien te komen. Nou ja, ik begrijp, ja, u valt stil, dus laat me zitten. Wie heeft er nog een vraag? Mag ik handen zien? Ja, doen we hier nog één vraag en dan kom ik dan ook eventjes naar de bovenste balkon. Ja, ga je gang. Hi, ik ben Jonas uit Deventer en ik wil volgend jaar graag een geschiedenisstudie, overstappen naar een geschiedenisstudie. En ik ben me al heel erg in aan het lezen over Napoleon. En mij valt op dat er een discussie gaande is dat er of wordt gekeken als een meedogenloze dictator die heel Europa heeft verpest, of naar een grondlegger van een democratische waarde en een rechtsstaat in Europa, het brengen van verlichting. Ik vroeg me af hoe u daar naar kijkt. Hij was allebei tegelijkertijd. Dat kan heel goed. Ja. He? Van allemaal van die discussies is Piet of Jan, is het een schurk of een heilige? Maar heel veel heiligen zijn begonnen als schurk. En veel heiligen eindigen als schurk. Of nee, je moet het even omdraaien natuurlijk. Ja, dus voor Napoleon geldt dat hij, ik weet niet of u dat gevolgd heeft, die wonderlijke discussie in Frankrijk. Hij was natuurlijk dit jaar, sorry, vorig jaar was hij 100 jaar dood. Hij is gestorven in 1821 op Sint Helena. Ja, al vrij snel daarna overigens in een triomfantelijke reis ingehaald in Parijs. En bent u al naar hem gaan kijken in Parijs of niet? Dom des Invalides. Is wel mooi, hè? Dat je denkt, nou, dan zou ik ook wel willen eindigen. Hè? Of had u die ambitie niet? En toen Macron, die wou een grote reden houden over Napoleon. En natuurlijk hoe Napoleon en in casu Napoleon ook Frankrijk, niet waar, het is ook de glorie van Frankrijk, Europa veranderd heeft in allerlei opzichten in positieve zin, zonder enige twijfel. En toen bleek dat Napoleon gecanceld was. Ja, u weet dat er enorm veel mensen, wie van u is wel eens gecanceld? Helemaal niemand? Ik ben nu al verschillende malen gecanceld. Ja, vooral door het voordringen bij de vaccinatie, zoals u weet. Dat is wel zo schandelijk. Dat ik voorgedrongen heb, terwijl er rijen met invalide mensen met onderliggende kwalen stonden, die ik hem dan naar de zijkant heb geduwd. En tenslotte heb ik die naald uit de handen van die prikker gerukt. En heb ik mezelf 4 prikken toegediend. En tenslotte toch gekregen. Ja, Napoleon bleek gecanceld te zijn. En dat was nog een heel punt, want Macron, ja, die zit ook nu met verkiezingen. Het gaat weer wat minder goed daar. Hij heeft geloof ik wel die reden gehouden, maar toch ingehouden, zal ik maar zeggen. En ik vond dat echt volstrekte nonsens. In allerlei opzichten is Napoleon, ja, hij heeft ook natuurlijk veroveringsoorlogen gevoerd in Europa. Deels ook weer als reactie op. Maar over de hele linie zou ik zeggen, is Napoleon te beschouwen als een positieve figuur. Het probleem is natuurlijk dat hij vooral in de eeuwen na zijn dood
als geassocieerd is geraakt, geïdentificeerd is geraakt met mensen als Adolf Hitler. Dat is echt een totaal ander verhaal. Dat is echt fundamenteel anders. Napoleon is in essentie een verlichtingsfiguur. Dat wij überhaupt een moderne Nederlandse staat hebben, is te danken aan de Fransen, niet aan onszelf. We hadden wel een clubje die meewerkte en zo, Schimmelpennink en zo. Ja, niet die jongen, maar een voorouder. Hè. Maar in feite is de moderne Nederlandse eenheidsstaat, het feit dat de generaliteitslanden niet waar op voet van gelijkheid aan de rest van het land zijn toegevoegd, dat is allemaal het werk van de Fransen. Je kunt het betogen dat die generaliteitslanden nog steeds in hoge mate achterlijk zijn, maar dat is weer een andere conversatie. Dat er ook iemand uit Eindhoven is, wil ik het wel een beetje rustig houden. Hè. Wat studeert u nu trouwens, want u wou over gaan stappen? Wat? Bestuurskunde, ja, daar zou ik meteen mee stoppen. Ja. Bestuurskunde, dat zijn van die vakken. Kijk, of je kunt besturen of je kunt het niet. Ja, als je moet studeren. We hadden vroeger ook bij de geschiedenisopleiding, kon je ook een gediplomeerd raken als, hoe heet het, geschiedenisdocent. Daar moest je een apart cursusje voor doen. En de docenten die in die cursus doseerden, hadden wij natuurlijk nagevraagd, dat bleken allemaal mensen te zijn die eigenlijk uit de middelbare school waren gevlucht omdat ze geen orde konden houden. En die moesten ons dan leren hoe je orde moest houden. Met de meest randebiele opmerkingen. Hè? Ga nooit met je rug naar de klas staan. Dat kun je rustig doen. Hè? Als je maar doorlult, dan is het helemaal geen probleem. Allemaal van die kinderachtig of niet. Dat vond ik wel. Dus ik vind wel het handig dat u overstapt. Als je iets van de geschiedenis kunt leren, is het bestuurskunde. Hè? Maak geen oorlog, bijvoorbeeld. Maar jij zei voordat we hiermee begonnen net, achter de schermen, dat je bij geschiedenisopleiding, ja, ik sta hier helemaal hierbovenin, rechtsbovenin moet je kijken, als dat lukt. Maar Maarten, je zei, je hebt geschiedenis, was je heel blij dat je dat bent gaan studeren, want je hoeft helemaal niks te doen. Ja, dat heb ik je net verteld, inderdaad. Ja. Had ik misschien beter niet kunnen doen. Nou, dat is wel waar. Dat ik studeerde eerst farmacie, maar ik neem aan dat veel mensen dat al wel weten. En nou ja, wat daar, die theorie, dat ging nog wel, dat is vrij simpele scheikunde. Maar je had 5 middagen in de week, of 4, dat wil ik nou vergeten, had je practicum van 1 tot 5. Nou, dat was verschrikkelijk. Ik herinner me nog, ik kreeg zo'n piemelig buisje met zo'n hoeveelheid doorzichtige vloeistof erin. En dan moest je dan 16 verschillende stoffen uithalen. En tegen de tijd dat ik ammonia eruit had gehaald, was het op. Dus dan ging je naar die assistent die die boel leidde daar en zei ik, mag ik nog wat van dat spul? Nee, dat kan niet. Dus dan keek ik altijd, naast mij stond, hoe heette die jongen toch ook weer? Nou, bruinvis of zoiets dergelijks. Bij mij ging ook alles fout. Het was echt, nou ja, het was traumatiserend op het niveau wat je nauwelijks voor mogelijk houdt. Dus ik had de zuurkast open laten staan, waardoor die H2S, dat zal u niet veel, wie weet wat H2S is. Oh, toch, enkele desk. U weet, dat ruikt niet prettig, hè? Nee. Dus ja, het gebouw moest ontruimd worden. Ik weet wel, na enige tijd, als ik binnenkwam, zag ik die labassistent al verbleken. Hè? Ik zei, daar heb je hem. Ik heb ook het bunzenbrandertje om laten vallen. Nou ja, het was verschrikkelijk. Dus daar ben ik mee gestopt. En toen ben ik geschiedenis gaan studeren en wat ik net inderdaad aan Tom verteld heb. Na een maand of drie dacht ik van, dit is fantastisch. Ik hoef hier helemaal geen zak te doen. Hè. Ik moet af en toe een boek lezen. Hè. Werkgroepjes had je het nog niet. Je kon naar een hoorcollege, maar ja, of je daar wel of niet kwam, dat wist eigenlijk niemand. En als je dan tentamen ging doen, ging je altijd 3 weken op de voorste rij zitten. Zodat als je dan bij die tentamens werden afgenomen bij de hoogleraar thuis en dan zeiden, ja, ik heb u wel zien zitten op college. Ja, dat klopt. Ja. Daarvoor ben ik speciaal naar college gegaan. Dus dat is wel in orde, ja. Ja, het was buitenspelen op een unieke manier.
En ja, wat je deed, moest een heleboel boeken lezen, dat deed je tentamen. Nou, als ik nou iets kan, is boeken lezen en navertellen wat erin staat. Dat is een van mijn grote talenten eigenlijk. Hè. Lezen is ook een talent. En ja, heb ik er ooit iets van geleerd? Ja, dat moet ik wel toegeven. Mijn doctoraalscriptie, dus waar was die meneer die van Napoleon ging bestuderen? Daar, oh daar is die. Ja, maak werk van uw scriptie. Het schijnt dat de moderne masterscriptie eisen zijn 40 bladzijden double spaced. Nou, dat is echt, als u niest, staat het op papier. Hè? Daar hoef je er niks in zak aan te doen. Maar maak daar werk van, doe er iets aan. Die studies, die alfa-studies, zijn vaak zo vederlicht, zo even meer, dat je moet er zelf in investeren. Dan zijn het geweldige studies. En daar is ook meestal wel ruimte voor om dat te doen. Bovendien valt u dan op. Hè? Ook als u in die werkgroepjes gaat zitten, ik heb eigenlijk tal van tips. Ik zie, we moeten meerdere van die avonden organiseren, Tom. Ja. Als u in zo'n werkgroepje zit bij geschiedenis, dan heeft u een handboek. Zorg nou dat u dat thuis even openknakt, zodat de docent niet meteen ziet dat u het helemaal niet gelezen heeft. Hè? Ja, ik heb ze wel eens getipt, maar ja, er kwam altijd drie kwart van die groep met die handboeken waarvan je met iedereen die iets weet van pocketboeken weet, die hebben niet gelezen. Dus ik vind het vrij pijnlijk dat jullie het nu weer niet hebben gelezen. Hè? Ja, ze vinden het zo moeilijk. Nou ja, kortom, u gaat een paradijselijke situatie tegemoet. Maar gebruik het ook. Eet die appel. Hè? Pluk die appel. Ja, wie ben jij? We hebben hier een andere vraagsteller. Ja, hallo. Ik ben Huub. Ik kom uit Nieuwendijk. Dat is een klein dorpje in de gemeente Altena. En ik was gisteren met mijn ouders aan het praten over de huidige situatie. Ook met Rusland en met het olie en het gas. Zij vertelde dat in de oliecrisis in de jaren 80 er een dag in de week was dat niemand auto mocht rijden. Dus dat je in principe kon rolschaatsen over de snelweg. Nu was mijn vraag aan u. Denkt u dat in de huidige situatie in Nederland ook zou kunnen gebeuren? En denkt u dat de veel besproken 15% daar goed op zou reageren? Oh, je bedoelt de bekende klassieke groep halve garen die we in Nederland hebben? Ja. Nou ja, die reageren overal op, zoals u weet. Dat is namelijk hun rol in de samenleving. Zij denken dat ze in een totalitaire dictatuur leven, die gerund wordt door levensgevaarlijke pedofielen die baby's eten. Dus ja, dan als je dat gelooft, dan heb je helemaal geen benzinecrisis nodig. Dan zit je altijd wel goed. Onder andere de dansleraar waar we het al even over hadden. Of de herinnering van uw ouders is niet zo best, of u citeert ze verkeerd, dat is een mogelijkheid, want wat u beschrijft, de autoloze zondag, is van 73, 74 en heeft te maken met de oliecrisis van 73 en die had weer te maken met de oorlog die Arabieren en de Israëli's hebben gevoerd, de zogenaamde Yom Kippur oorlog. Zelf een schitterend verhaal als u jong. Uit militair-strategische overweging interessant, hè? Want het was natuurlijk een verrassingsoorlog. En aanvankelijk zag het er voor Israël echt duister uit, ik kan niet anders zeggen. En dan tenslotte slaagt, hoe heet hij er ook alweer, die dikke generaal, die later nog minister-president is geworden, Shalom, die springt over het Suezkanaal heen, waardoor eigenlijk plotseling heel Egypte eigenlijk aan de voeten van het... Van die twee Israëli's, prachtig. Want dat moet je zeggen van de Israëli's natuurlijk. Van wat we gezien hebben aan concrete oorlogsvoering na de Tweede Wereldoorlog. Waren de Israëli's, althans in die jaren, ook wel degene die wel fantastisch mooie oorlog voerden. Kun je dat zeggen? Of heeft u daar toch wel bezwaren tegen? Hè? Ik herinner me nog al die vliegtuigen van de Egypte. U had bezwaar? Nee, maar je kunt een oorlog toch elegant voeren? Nee, dat kan niet. Misschien heeft u gelijk. Maar goed, geef ik nog één anekdotetje. De Egyptische luchtmacht die had al zijn vliegtuigen naast elkaar geparkeerd. Dus u begrijpt dat één keer eroverheen,
bleek ruim voldoende om de hele Egyptische luchtmacht binnen een kwartier uit te schakelen. En toen ik al die vrachtauto's in die tanks zag staan van het Russische leger, dat in die weg van die reactoren naar beneden naar Kiev, dacht ik, die stonden ook allemaal geparkeerd. En inderdaad, dat heet strafing, als ik het wel heb. Ik weet niet of daar een Nederlands woord voor is. Nee? Ik geef u gelijk, laat ik dat zeggen. Oorlog is verschrikkelijk. Als het enigszins vermeden kan worden, moet je het vermijden. Maar als je oorlog voert, doe het dan op een zo intelligent mogelijke manier, dan waarbij zo weinig mogelijk schade wordt aangericht. Als we nou iets kunnen zeggen van de Russische oorlogvoering van dit moment, is dat het van een unieke stomzinnigheid lijkt te zijn, waarbij eigenlijk het aanrichten van schade het hoofddoel van het conflict lijkt te zijn geworden. Dus ja, dat is daarom, als je dat contrasteert met een intelligent vechtend leger, dan Oké, ik zal mijn toon matigen. Hoe kwam ik er godsnaam op dit onderwerp? Op die zondag. Oh ja, met die. Ja, we hebben toen een tijdje hebben we de autoloze zondag gehad. En je had ook benzinepotten. Ik heb ze nog in een doosje. Ik bewaar ze natuurlijk voor het geval dat. Maar zal dat zich nu weer voordoen? Ik hoop natuurlijk dat dat weer gebeurt. En begrijpt u, en dat ik dan met die bonnetjes aankom. Hè? U weet hoe dat in Nederland zal gaan, dan zijn ze niet meer geldig. Hè? Dat werk. Nee, ik denk niet dat het zover zal komen. Het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat we in Nederland met ernstige energietekorten te maken zouden kunnen krijgen. Ten meer natuurlijk omdat we zelf over niet onaanzienlijke reservevoorraden beschikken. We hebben nou toevallig besloten, maar daar wel doorheen te fietsen, dat dit voor die Groningers lollig is dat we dat niet meer verder leegpompen, maar er zit voor tientallen miljarden zit nog in de grond. Er zijn kleinere gasvelden op de Noordzee. Dus ik kan me niet voorstellen dat het echt zo ernstig wordt. Bovendien was het wel leuk, die autoloze zondag. Nog lolliger was eigenlijk dat na enige analyse en optellen en aftrekken bleek dat er helemaal geen olietekort was. We hadden het onszelf wijsgemaakt. En de Arabieren hadden ons ook een beetje wijsgemaakt dat wij slachtoffers waren. Want degene die Israël hadden gesteund, ik weet niet of u nog de ouderen herinnert, is er nog Vredeling, die besloten had geheel op eigen kracht zonder de Nijl te bellen om Israël te helpen onder die omstandigheden toen met grote munitievoorraden enzovoort. Ja, dat is alleen voor de ouderen. Hè? Vredeling, nou, sorry. Wie ben jij? Ja, nee, ik ben afgedwaald, sorry. Ja, ik help je even. Ik kan er ook niks aan doen. Vertel maar. Omdat ik ineens aan Vredeling moest denken. Ja, hallo, hier. Nee, je moet even wachten. Ah. Wat ga je nog vertellen dan? Want wat bleek, ja, dat was wel interessant. Heel goed journalistiek initiatief. U weet, al die olie komt uit de Persische Golf en die moet door de zogenaamde Straat van Hormuz. Dat is de Persische Golf halverwege, steekt zo'n bult uit Saoedi-Arabië. En dan zie je aan de overkant zie je een klein gaatje. Je begrijpt, dat is de platentectoniek. Maar op die bult had het in de Britse blad The Economist een meneer geïnstalleerd met een stoel en een papiertje. En de bedoeling was dat hij alle tankers die diep in het water lagen, dus vol waren, dat hij die zou tabelleren. En wat bleek al heel snel, ze hadden ook gegevens over normale omstandigheden, dat er helemaal niet minder zwaar beladen tankers door de straat van Hormuz voeren. Dus dat de productie kennelijk gewoon doorliep. En vervolgens was het alleen zaak voor de oliemaatschappijen, de Big Seven, zoals die heten, om die olie iets beter te verdelen over de verschillende markten. En zo bleek al snel dat ik geen zak had aan die bonnetjes van mij. Dat was natuurlijk wel, dat was wel jammer. Maar op zichzelf zouden, ja, je kunt een systeem bedenken dat niemand kan rijden op. Je kunt ook zoiets doen met even nummerborden en oneven nummerborden. Zoals ze geloof ik in Peking doen. Er zijn allerlei technieken te bedenken. En dan kun je voor verpleegkundigen, wie was er ook weer verpleegkundige. Ah, zie, u mag blijven rijden. Wees blij, blij dat ik rij. Weet u dat nog, blij dat ik rij? Zo'n typische telegraafactie, hè? Blij dat ik rijd. Stommer kun je het niet krijgen. Blij dat ik dans.
Dus nee, ik denk dat het erg mee zal vallen, maar het zou best lollig zijn om af en toe weer eens een autoloze zondag te hebben. Goed, wat is jouw vraag? Hallo, ik ben Sam Goos uit Amsterdam. En ik wilde eigenlijk beginnen met een opmerking. En dat is dat voordat ik een ticket kon kopen voor deze avond, moest ik eerst een account aanmaken en inloggen en een wachtwoord aanmaken. Ik had toch eigenlijk wel gehoopt dat u als vervent tegenstander van het inloggen toch wel een stokje had gestoken voor het feit dat wij dat allemaal moesten doen om hier aanwezig te zijn. Ja, ik hoefde niet in te loggen voor vanavond. Maar als ik het geweten had, had ik er zeker een stokje voor gestoken. Okay, ik ga me er even voor inspannen. Het is flauwekul. Heeft iedereen dat moeten doen? Ja. Wat verschrikkelijk. U heeft een offer gebracht. Ik had niet gedaan. Ik had gezegd, laat die de boord maar stikken, die van Rossum. Dat gaan we niet doen. Potverdrie. Inloggen, zeker met een password. Ja, dat was echt belachelijk. Wat was uw password voor vanavond? Van Rossum 123. Nou, ik moet zeggen, een heel treffend password. Nou, ik moest hem ook alweer 3 keer veranderen voor de veiligheid en zo, maar heel ingewikkeld. Ja, dat is wat met die flauwe kul. Je kunt geen scheet laten zonder een password tegenwoordig. Terwijl als je een beetje zegt, ja, ik mag van mijn familie en kennissen, mag ik niks meer bij Amazon doen, want dat schijnen misdadigers te zijn op een niveau waar Poetin nog een kleine jongen bij is, zal ik maar even zeggen. Maar ze hebben daar wel een fantastische website. En ik heb daar in de tijd voor het eerst ingelogd. Met een password, dat moest inderdaad. Maar het was een heel kort password, namelijk 4 letters. Het was een overleden kat. En ik doe dat nu 21 jaar en ze hebben nog nooit gevraagd om een nieuw paswoord. Dus ik kan u, het zijn misdadigers zoals u weet, maar u kunt het rustig doen. Ja, ik ga u niet vertellen wat het paswoord is, maar daar zie je wel aan dat ze bij Amazon er wel iets meer van begrijpen dan met de ING-bank. Hè? Ja, daar heb ik echt al 15 paswoords versleten of zoiets dergelijks. Dus, er zijn ook hele onverwachte. Heeft u nooit dat u gewoon... Ik heb al die passwords in een boekje staan. Ja, mocht u lezen dat ik overleden ben en dat mijn familie onmogelijk bij mijn geld kan, rechts op mijn bureau, op de hoogste verdieping van het huis, dat het niet iedereen naar binnen... Daar ligt een zwart boekje en dat zit vol met mijn passwords. Echt alles staat erin, oude paswoord. Maar heel vaak denk ik van, god, wat was het paswoord ook alweer, ik vul het in. En dan zegt u van, uw paswoord is verkeerd. Ik heb het toch al over die hoe heet het, kaart gehad, die museumjaarkaart of niet? Heeft iedereen dat gehoord? Omdat ik heel graag zou ik het nog eens een half uurtje uit willen melken. Ik heb wel post gekregen dat ze het gaan veranderen. Dat is wel wat. Want op een goed moment ben je uit je passwords. De straat waar je in je jeugd gewoond hebt. Al je kleinkinderen heb ik nu gedaan. Ik heb nog mijn zoon gevraagd of ze nog een paar bij wilden maken. Maar dat ging ook niet. Tenslotte geef je het wanhopig op. Weer zo'n password. Wat doet u dan? Want u weet dat die stomme computer zelf, die zegt van een niet te breken password is 1xb2, leesteken, uitroepteken, abc. Nou ja, dat je denkt van, hoe denken ze dat ik dat ga onthouden? Hij onthoudt het dan zelf. En dan koop je een nieuwe computer. Als u maar niet aan het sprookje gelooft dat door computers alles veel beter en sneller en makkelijker en simpeler geworden is, dat de wereld echt een zuchtje is van gemak en schitterende luxe die wij... Het is niet waar. Het is jammer, het is niet waar. Vroeger was de wereld een stuk simpeler. Hè? Je hoefde nooit een paswoord in te vullen om een schoen te kopen, want je kocht geen schoen op het internet. Hè? Je ging gewoon naar de schoenenwinkel, waar ze nooit om een paswoord vroegen.
Heb je nog een vraag? U was nog maar net begonnen. Ja, dat was alleen een opmerking. Ik had ook nog een vraag. Ik vroeg me namelijk af, het woord nationaal socialisme, waar dat vandaan komt en waarom de nazi's zichzelf zo noemden. Nou, het is een heel aantrekkelijke combi, als u er even over nadenkt. Het grote punt eigenlijk van veel ideologieën die van belangrijk gedeelte in de 19e eeuw ontstaan zijn en in de 20e eeuw een belangrijke rol hebben gespeeld, is eigenlijk dat ze claimden in ieder geval dat ze niet nationalistisch waren. Het socialisme was een brede, algemene beweging. Socialisme, als je socialist was, dan hechtte je niet aan je natie, maar aan de idealen van het socialisme. Of eventueel de sociaaldemocratie. Maar het wonderlijke is dat in al deze ideologieën en door tal van intellectuelen en in intellectuele bewegingen vaak het nationalisme eigenlijk overgeslagen werd, ook uit hoofden van dat het onaangenaam zou kunnen zijn. Maar natuurlijk als je kijkt naar de ideologie die de grootste emoties heeft gewekt in de afgelopen 200 jaar, dan is het in feite de moderne nazistaat. Dat mensen bijna miljoenen bereid zijn gebleken in de 20e eeuw om te sneuvelen voor de moderne nazistaat, dat geeft al aan hoe enorm sterk dat is. Dus als je twee aantrekkelijke doctrines combineert, namelijk de natie, nationaal, plus het socialisme, het nationaal socialisme. Gek genoeg zijn heel veel bewegingen, ook na de Tweede Wereldoorlog, te beschouwen als nationaal socialistisch. In zekere zin is vrijwel alle sociaaldemocratie van de afgelopen 100 jaar ook gekoppeld aan een nazistaat. Alleen omdat dat woord, natuurlijk die woordcombinatie verziekt is door het Derde Rijk, zeg je niet van nou, ik vind Rees een typische nationaalsocialist. He? Dat steekt u toch een beetje, ja, u weet wel wie Drees is toch? Oké. Is Drees een nationaalsocialist? Ja, alleen het is niet gebruikelijk om hem zo te noemen. Het is net of je zegt, het is eigenlijk een fascist, wat hij bepaald niet was. Maar het nationalisme is een enorme mobilisatie generator. Anders, kijk naar Poetin. Poetin raakte in de problemen. Poetin was in toenemende mate onverkiesbaar, zeg maar na 2012, 13, 14. En die heeft alles gezet op een extreme vorm van nationalisme. En je ziet hoezeer hij daar toch in staat is gebleken om de natie te mobiliseren. Hoe treurig het ook is. Wie van u zou wel bereid zijn als Rutte nou morgen de oorlog verklaart aan België, wie van u is bereid om zich bij de eerste offensieve acties in zuidelijk Brabant voor de natie te offeren? Ik vraag het me wel eens af of de moderne jeugd, hè, wie was ook weer die pechvogel? Ah, dat was u. Ja, u hoort dan wel tot de pechgeneratie, maar zou u zeggen, nou, ik heb toch zo'n pech, ik kan net zo goed sneuvelen voor de natie. Hè? Ah, oké. Dat is waar. Ja. Maar u zou kunnen overlopen als u de Belgen zo krijgt om uw studieschuld te betalen. Hè? Zou dan wel een mogelijkheid zijn. Ja, ik hoop altijd dat de moderne, enorm veel verder geëmancipeerde mens, dat die op een goed moment zal zeggen, ja zeg, daar hebben we echt geen zin in. Maar je ziet in Rusland dat weliswaar is het moreel daar slecht, dat hoor je veel en je leest dat wel regelmatig over. Maar we hebben natuurlijk ook vaak beroepslegers en daar speelt de zaak al niet. Maar zoiets als de Eerste Wereldoorlog, zou dat nog mogelijk zijn? Het is zo'n vraag, zouden de Duitsers nog kunnen vechten zoals ze het ooit konden? Terwijl je nu een Duitser ziet, geloof je dat niet zo erg eigenlijk? Of denkt u van nou, ook iets trouwens wat we eigenlijk in de geschiedschrijving, die Napoleon daar, de Weermacht was gewoon beter. Sorry, dit is heel vervelend, maar het is niet anders. De Weermacht was een vechtmachine op een ander niveau, ook dan het Rode Leger en ook dan de Engelse en het Amerikaanse leger. Dat ze toch verloren hebben, komt door de unieke omstandigheid dat ze alle grote mogendheden niet waar tegen zich verenigd hadden, ja.
Het Amerikaanse productieapparaat was natuurlijk tenslotte toch superieur. Maar vechten, dat konden ze. Ja, tot zover deze aflevering opgenomen in Tivoli Vredenburg. In het najaar willen we weer een paar keer een live podcast doen. En jij kunt daarbij zijn. Als je op de hoogte gehouden wil worden wanneer er weer een live show is, klik dan nu op Apple en op Spotify op volgen. Want dan houden wij je op de hoogte van alle ontwikkelingen. Ik had gezegd, laat die de boord maar stikken, die van Rossum. Dat gaan we niet doen. Oh ja, en kun je geen genoeg krijgen van Maarten? We hebben een paar nieuwe luisterboeken voor je klaargezet. Via het linkje in de beschrijving bij de podcast kun je ze beluisteren.